Een blik. En ik sta hier naast een heel belangrijke man. Ik ga jullie straks vertellen wie dit is. Ik ben Meisje met de microfoon en ik ben hier vandaag verslag aan het doen van dit mooie feest. Een 24 uur zeilrace waarbij iedereen in 24 uur zoveel mogelijk mijl moet varen. En wij doen vandaag met Zeilhelden live verslag voor jullie. En nou de belangrijke meneer naast mij. Ja, ik ben de wedstrijdleider en ik probeer dit allemaal in goede banen te leiden. En zodanig dat er straks heel veel boten, dik 500, 550 hier binnenkomen. En veel plezier hebben gehad en goede zeilresultaten hebben gemaakt. En u zegt, ik probeer het in goede banen te leiden. Is dat ook gelukt tot dusver? Tot nog toe kan ik bepaald tevreden zijn. We hebben natuurlijk lichte weersomstandigheden. Dan is er niet zoveel risico dat dingen fout gaan. Het is wel zo dat het dan heel erg op zeilkunst aankomt. Ik zeg wel eens, je moet meer beter kunnen zeilen met licht weer dan met zwaar wind. Want harde wind houd je wel vooruit. Maar ondanks dat gebeurt er toch altijd wel wat. En zo is er gisteravond laat toch nog een aanvaring geweest. Ja, maar dat hoort een beetje bij de sport. En was er schade? Wat is er verder nog voor details? Ik ken alleen die aanvaring dus. En dat was typisch het geval van de een zag de ander niet en de ander zag de een niet. En die is frontaal midscheeps ingevaren. Ja, dat geeft behoorlijk schade, kan ik vertellen. Duur grapje, denk ik. Ja, maar ja, dan mag je hopen dat de verzekering er is. Delta Lloyd. Precies, hey, dat is toevallig. Ja. En nou bent u al jaren hier aan verbonden als wedstrijdleider. Kijkt u nou misschien ook nog ernaar uit om zelf weer een keer op de boot te staan tijdens de race? Nou, ik sta hier voor de laatste keer, dus ik vind dat het tijd wordt dat een ander het nu een keer gaat doen. Ik heb het 12, 13 keer heb ik het gedaan. Daarvoor heb ik heel veel 24 uur gezeild. Heb er altijd heel veel plezier aan beleefd. Maar ik denk niet dat ik nu nog de 24 uur zelf ga zeilen. De leeftijd gaat meespelen. En ik kijk meer uit om nog eens wat lange trippen met de boot te maken. Bijvoorbeeld naar Zuid-Brittannië. Gewoon 3 maanden weg. Ja, en daar gaat de zomer mee heen. En in de zomer is het 24 uur. Ik wil nu toch nog even gewoon zeilen. Nog even gewoon zeilen. Dat vind ik mooie woorden om mee af te sluiten. We gaan nog even kijken naar een paar beelden van nog even mooi zeilende mensen. Bedankt. Oké, dank. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes on me. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes on me. Live me. No eyes.
deutschen Männer mit Werten sein. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Werten sein. Jung und heil und krass und fit, die haben Werte, die haben Werte. Jung und heil und krass und fit, die haben Werte, die fahren mit. Dan hebben we boot nummer 402 met Schipper, Kruip, Kupers, met Hoventos. En ze komen we voor de 19e keer terug hier op Meter in de Leuze Haven. Zij kennen het hele gebeurde. Fantastisch hier. Welkom, veel plezier vanavond. We hopen dat je naar boven komt. Restaurant De Schoutjes en het feest begint hier al een beetje te ontstaan. Naast mij staat Sanne. En Sanne, je zegt net, ik behoor al een beetje tot de inboedel van dit restaurant. Ja, ik ben hier al 15 jaar. Dus ik begon hier als meisje en nu zeggen ze ondertussen u tegen mij. En dat is soms wel een beetje vervelend, maar ja. Ik ben 15 jaar in de haven en dus het is super gezellig. Ja, echt, ja. Al die bootjes en als je dat ziet, denk je, oh... Ja, het moet niet elke dag 24 uur race, maar het is echt super. Het is, zo, ja. Is het een dag waar je naar uitkijkt? Ja, je hebt ook heel veel voorbereiding nodig, qua keuken en bediening. Maar het is zeker een dag waar je uitkijkt. Zo meteen over de bootjes lopen naar de overkant, nou, dat zie je niet zo vaak. Dat is één keer per jaar. Ja, mensen komen hier echt in rijen eraan liggen? Ja, echt honderden. Er zijn er iets van 559 boten gestart. Ja, er zitten meerdere mensen op, er zijn duizenden mensen komen van die boten af. En die willen ze dus allemaal te eten hebben. Dus ja, dat is wel... Even doorrennen, denk ik straks. Ja, dat geeft een kick. Ja, er zijn bepaalde records en die records willen we vanavond gaan we die halen, hebben we besloten. Oh, wauw. Ja, een normale drukke zaterdagavond dan heb je er 130 man. En vanavond gaan we tegen de 400. Lekker. Dat is even doorwerken inderdaad. Met sportschoenen. Ja. Heb je nou door die 15 jaar het evenement ook een beetje zien veranderen? Het evenement? Nee, 24 uur is niet veranderd. Nee. De mensen willen even blij eten en ze willen even blij een biertje, of het nou host of dat het zonnig is. Het is alleen drukker als het zonnig is. Nee, dat blijft hetzelfde. Nee, die dag loopt altijd hetzelfde. Hectisch en gezellig. Ja. Dat is mooi, dat klinkt wel leuk. En zijn er nou bepaalde tips die je wil geven aan zo'n 24 uur race bezoeker? Wat voor tips willen we geven? Zijn er dingen die je moet weten voordat je naar zo'n race gaat? Nee, het is gewoon, mensen komen heel graag naar de kop van de haven en willen ze al die hongerende boten binnen zien komen. En daarna wordt het alleen maar gewoon super gezellig. En mensen willen gewoon eten en gezelligheid. Het maakt niet uit waar je ze willen eten, of je nou in de gang doen of midden in het restaurant. Nee, er zijn geen tips. Zo moet het blijven. Ja, nee. Tot hoe laat gaat het feest hier nou een beetje door vanavond? Heel laat. De laatste eters zijn meestal rond 11:30. En dan is de, zeggen we, oké, nu is de keuken klaar. En dan is het hapje, de drankjes nog. En 2 uur 's nachts, dan is het wel over. Want dan moeten ze stoppen. Dan moeten we stoppen met tappen. Helaas. Mensen zijn ook moe. Je hebt 24 uur op water gezeten. Dus dan wil je ook wel... Het zijn een soort van zeemannen. Ja. De vrouwen zitten nou te eten. Een aantal. En die wachten op hun mannen. En dan moeten al die mannen eten. Je had het net over dat drankje. Is er nou een bepaalde... perfecte biertje wat jullie hier schenken? Nou, het perfecte biertje heeft twee vingers schuim. En voor de rest gewoon een goed biertje. Wij serveren zelf de Amstel, maar die hebben veel meer goede biertjes. Ja.
Ben jij een beetje een goede tapper? Ja. Kun je dit even laten zien? Wat is het? Hoofdstuk 1 tot 3, toenemend 4. Aan de temperatuur van het IJsselmeer, 2,2 graden. Met plastic glazen. Uitdaging op plastic glazen. Is dat zo? Is het moeilijker? Ja, en zo'n buitentap is ook altijd lastiger. Ja, deze is perfect. Deze gaat perfect worden. Ja, kijk. Okay. Ja, zo'n buitentap, dat is niet een tap om bijvoorbeeld aan te nemen met perfect goed. Ik denk, we krijgen een lekker biertje. Ja. Maar hij wordt zo weggepakt. Schijnproefd. Nee. Dat was de hele opzet. Ja. Nee, wil je een biertje? Lekker, lekker. Terwijl hier een biertje wordt ingetapt, gaan we weer eens even kijken naar een aantal leuke zeilfilmpjes die zijn ingezonden vanuit de boten van andere jaren. Honest where I start from, I try to impart my wisdom. Als de camera op je gericht staat, is 9 van 10 keer een filmpje. Het is perfect, Bas. Echt fantastisch. Goed. Wat moet je zo brengen? Wat moet je rommelen?
I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Well, I get the chance to travel the world. I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Kijk, dit zijn mijn nederige bemanningtje. Kijk, hier op het 38, op de schipper. Die goede zevende keer terug hier met de ding. Dank u. Ja, hier staan we dan. Echt op een hele mooie plek. Want hier komen alle boten binnen. Iedereen komt binnen met biertjes in hun handen. Uitgelaten stemming. Iedereen is volgens mij blij dat hij het overleefd heeft. En dat het gewoon een heerlijke rit was. Hier zijn allerlei fans die zich hebben verzameld. Dus ik ga eens heel even kijken waarvoor zij hier precies zitten. Wie ze hier aanmoedigen of wie ze willen zien. Hallo. Oh, wacht. Deze kant. Daar is de camera. Ja, ik begreep dat u de voorzitter bent. Ja, vooruit. Ja, voor deze, vandaag even? Voor deze gelegenheid, ja. Waar bent u dan de voorzitter van? Van de Ronde Tafel in Almere. Is dat precies? Ja, dat is een goede vraag, maar dat is een vriendenclub. En wij doen iets meer dan vriendschap alleen. Ook we doen iets goed voor de samenleving. Onder andere dingen voor een goed doel. Dus we zijn nu onder andere weer bezig met de organisatie van een evenement. Waarbij we geld ophalen voor twee goede doelen in Almere. Ja, dat klinkt wel heel goed, hè? Het klinkt heel goed. Het klinkt alsof jullie, ik wou zeggen, werken jullie daar nu ook aan op deze manier? Ja, dat is een beetje voor de verbroedering. Dus dan werken we straks wat beter samen, denk ik. Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. En zitten jullie hier voor een bepaalde boot? Is er een bepaalde boot die jullie aanmoedigen? Of? Nee, vooral voor onszelf en gewoon de gezelligheid. Medemblik is een leuke stad. Dus, ja. We zijn zelf aan het zeilen met twee zeilboten. Ja, jullie zijn hier zeilend tegengekomen. Ja, zelf twee zeiljachten waar we mee zijn. We hebben ieder jaar hebben we een zeilweekend met de Ronde Tafel. En daar zijn we nu...
eigenlijk mee op pad. En we gaan iedere jaar gaan we naar Medemblik toe naar de 24 uur race. Dat is een vaste prik. Ieder jaar ook de 24 uur. Ja. Al een jaar of 15 doen we dat, hè? En nooit meezeilen? Ik heb één keer meegevaren. Ja. Maar niet met een ander clubje. Ja. Ja. Hoe was dat? Dat was best pittig. Dus, het is ook heerlijk om gewoon nu hier al te liggen en iedereen binnen te zien komen. Dus, eigenlijk een beetje gewoon lekker kijken vanaf de kant en wel de pret, maar niet de lasten, zeg maar. Ja, ja. Maar we hebben ook niet de eer opgestreken. Hè? Dus dat is, het is wel een heerlijk gevoel als je hier dan binnenkomt na 24 uur en dan een biertje pakken. Is dat inderdaad wel een beetje een soort van walk of fame hier, zeg maar? Ja, straks als het druk wordt is dat heel leuk. Ja. Ja. Een beetje stil Amsterdam eigenlijk, maar dan in het klein. Nou, heel klein dan. Ja. Nou, geniet er nog van. Ik vind dat jullie goed bezig zijn met jullie goede doelen. En hier, het ziet er echt heel productief uit. Dus geniet er nog even van. Denk heel veel na over het running. Sorry? Denk heel veel na over het running. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Waar zit nu van? Dit is voor Zeilhelden. Dit wordt direct live uitgezonden. Dus zeilhelden.nl. En er wordt niet ingeknipt. Alles wat je net hebt gezegd wordt gewoon helemaal integraal overgenomen. Ik had het voor niet gezegd, hè? Juist, daarom. Dat was hem. We gaan weer eens even kijken naar een aantal live beelden van hoe het er hier precies aan toe gaat. Jules, is het een leuk idee om met deze camera hier te staan?
Heel even kijken, want ik zie hier heel interessante shirts. Hallo? Oh jee. Oh jee. Nou, draai je daar maar eens even voor om, ja. Hé, hey, waar zijn die shirts van? Wij zijn de fanclub van de goudvis. Dat klinkt heel goed, de fanclub van de goudvis. Vertel. Nou, ja, eigenlijk is zij aanhang. En ik mag voor het eerst niet meezeilen. Dus ik ben heel verdrietig. Ja, ging je vorige jaren wel mee? De 24 uur heb ik nog nooit gedaan. Maar als er even wedstrijden waren, dan ging ik wel mee, ja. Verwente zeiler? Absoluut. Wat mis je nou het meest als je hier zit? Een dag hard werken en dan hier onthaald worden. Ja, ja, dat mis je. De finish. Ik hoor dat van veel mensen dat toch een beetje die eer is, zeg maar. Dat je dan binnenkomt en dat je dan warm onthaald wordt. Ja, ik zeil niet 's nachts. Je zeilt niet 's nachts? Dat doe je niet aan. Ik wil een mooi weer zeilen. Maar jij wel. Jij zegt wel dat je dat wel echt een beetje mist. Ja. Het 's nachts zeilen heb ik ook nog nooit gedaan, maar... De wedstrijden op zich mis ik wel, ja. Ja. Het is gewoon het harde werken en dan 's avonds je beloning en dan binnenkomen. Ja, en ook nog wat winnen is ook wel leuk. En weten jullie nou waar ze een beetje zitten? Weet u of ze het een beetje goed hebben gedaan of niet? Nee, nee, want de AIS doet het niet. Dus ze zitten echt zo van, waar blijven ze nou? Echt een verrassing. Wat verwacht je een beetje? Ze zullen het niet heel goed doen. Maar met de nieuwe zeilen, dat is te weinig wind. Het is een waardscheepje. Dat is ook niet zo leuk eigenlijk om te zeggen, ze zullen het niet heel goed doen. Nou, het is een waardscheepje, dus we moeten eigenlijk veel wind hebben. Dan doet hij het gewoon goed. Ja, we hebben ook nieuwe zeilen erop zitten. En die doen het ook goed met veel wind. Ja, dat hebben we gewoon niet gehad deze 24 uur. En weten zij trouwens ook van jullie fanshirt? Ja, die hebben ze als het goed is zelf aan. Anders dan stuur ik ze terug. Heel goed. Streng maar rechtvaardig. En wat ga je nou straks doen als ze binnenkomen? Stel dat ze straks hier de haven binnenkomen varen? Chillen! Heel goed. Nou, ik hoop dat we nog kunnen meemaken. Dat we je kunnen zien hier. Op tijd komen. Succes, Emiel. Dankjewel. Team Goudvis. Team Goudvis.
Waarvoor zitten jullie hier? Voor onze vader. En denken jullie dat jullie vader het een beetje goed heeft gedaan dan? Nou, ik denk dat hij ongeveer op de helft is geëindigd. Nou, niet heel veel vertrouwen in hem dan. Nee. Vorig jaar was hij ook niet zo heel goed. Okay. Maar vinden jullie het wel stoer van hem dat hij dat doet? Ja, ik vind het vooral knap dat hij dat 24 uur lang volhoudt. Zou je dat zelf ook wel eens willen doen? Ja, als ik wel mag slapen, want ik ben wel een slaapmens. Ja. Dus slaapt jouw vader dan helemaal niet op een boot? Dat weet ik niet. Ik heb hem niet gehoord op de boot. En dan, wat ga je straks doen als hij hier binnenkomt? Hem knuffelen. Ben je ook wel een beetje trots misschien? Ja, ik vind het wel knap dat hij het kan en dat hij het ook doet samen met andere mensen. Er zijn wel een aantal boten, maar toch is het toch zijn niet iedereen die dat zomaar kan. Nee, het zijn wel mensen die doorzettingsvermogen hebben. Ja. En hebben jullie zelf ook een beetje leren zeilen of niet? Ja, we hebben een keer een cursus gedaan in een optimist. Zou jij dat dan zelf durven op zo'n grote boot, 24 uur? Ja, ik weet dat nog niet. Misschien later wel. En mama heeft er nooit over nagedacht om mee te gaan of wel? Nee, zeker niet, nee. Ik ben te zwaar de hele nacht. Ja. Maar we zijn wel in zomer op zelfvakantie geweest, dus we gaan wel eens mee. Ja. Ja. Zeker. Met een eigen boot? Een eigen boot, ja, maar een stukje kleiner. We hebben nu de boot van de buurman, die is wat groter. En wat verwacht u van welke plaats ongeveer? Ik verwacht ook een beetje zo ergens in het midden. Dat was vorig jaar ook, maar ik heb geen idee. In ieder geval zitten jullie op één lijn dan met z'n allen. Dat is wel fijn. Ja, we verwachten niet te hoog, dan kan dat meevallen. Ja? Nou, succes. Straks, leuk dat je vader gaat knippen. Wat ga jij doen? Succes wensen. Juichen. Eigenlijk heeft hij dat succes heeft hij al gehad. Misschien wel. Juichen, vind ik een mooie. Nou, knuffelen en juichen. Veel succes daarmee dan.
gebeurt het. We gaan eens even kijken bij een aantal van deze boten die hier zijn aangemeerd. En hier, ik denk dat hier de grootste feesten plaatsvinden. Hallo, mag ik even bij jullie aan boord stappen? Ja? Hoppa, doen we even. Hallo. Hallo meisje. Hoe is het hier? Ja, we zijn nog een beetje bedust, hè, want je komt van zee en dan moet je allemaal wennen aan zoveel drukte. Ja? Ja. Ongeschoren baarden en alles. Ja, en lekker ruiken. Ja? Lekker. Ja. Maar hoe was het? Nou, hartstikke leuk. Mooie dag, mooie luchten. Ja. Mooie tochten gemaakt over de Noordzee. We zijn op tijd naar de Wadden gegaan. Daar waren het wat harder en toen om de eilanden heen midden in de nacht. Dat was hartstikke leuk. Ja? Was het de eerste keer of niet? Het was niet de eerste keer op zee, maar wel met de 24 uur dat we zo'n grote tocht op door de Wadden heen maakten. Met de 24 uur en dan op tijd weer binnen zijn door de sluizen. Dus dat is voor iedereen, de navigator en alle bemanningsleden, ja, een topprestatie. Wie was de navigator hier aan boord? De wat? De navigator, wie was dat? De navigator. Oh, die wordt er even bijgehaald. Zeer... Uitgeteld. Maar die heeft ook een heel belangrijke taak. Ja, natuurlijk. Ja. Dat doen we met meerdere mensen, daar zit er nog één. Dus nummer 1 word je nooit alleen, hè? Ik dacht dat er echt een groot feest zou losbarsten hier, maar iedereen is nog redelijk tam inderdaad. Nou ja, je hebt er natuurlijk wel bijna 36 uur, 48 uur op zitten. Ja. Ja. Zonder slaap? Ja, af en toe een hazelstukje, hè? Ja. Dus. Maar zijn jullie tevreden uiteindelijk? Ja, natuurlijk. We zijn altijd tevreden. We zijn zonder schade en in goede gezondheid de haven binnengevaren. Wat wil je nou meer? Dat was het streven. Ja. Nee, het streven is om nummer 1 te worden natuurlijk. Ja? Ja. En? Dat weten we nog niet. Nee. Dat weet... Maar hoe schatten jullie je kans in? Geen flauw idee. Nee, echt niet. Ik moet echt afwachten. Ja. Succes daarmee. Ja. Neem nog een lekker biertje. En misschien kunnen wij ondertussen even kijken naar een aantal beelden die vanaf de boten zijn gemaakt.
Nou, we hebben onder indruk van je. Nou, ik krijg net een glaasje rosé aan gehandigd. En volgens mij krijgen de cameramensen ook een lekker biertje. Dus het wordt hier al flink gezellig. Mijn geïnterviewde loopt net weg. Maar ik ga jullie toch wel wat vertellen. Want we zijn hier net aan boord gekomen van een hele mooie boot. Die net ook heeft meegedaan in de zeilrace. En volgens mij zijn ze nog een beetje alles aan het, aan het aftuigen en een beetje klaar aan het maken. Even kijken, want Wim, mijn geïnterviewde, die komt hier net aan. Wim, vertel eens, hoe was het vandaag? Vandaag? Vandaag, volgens mij hebben we 24 uur gevaren. Hoe was het gisteren en vandaag? Absoluut, ja, absoluut. Nou, hoe was het gisteren en vandaag dan? Kun je niet zien aan mij, hoe moe ik ben na 24 uur varen. Ik zie dat je je baard hebt laten staan. Ja, dat scheren kwam het even niet van, nee. We hebben heel leuk gevaren met onze club. Iedereen heeft ongeveer een uur of 2-3 slaap gehad. Oh, sorry. En we wisten allemaal dat er best een bijzondere 24 uur kwam, winddraaiingen. En wij hebben toch gekozen voor een stuk avontuur. Wij wilden toch graag het zoute water op. En dat hebben we dan ook gedaan. Ja. En hoe beviel dat? Het was erg leuk, maar of het allemaal goed gepast heeft, dat vragen we ons af. We hebben een kleine terugslag gehad. We hebben in de sluis gelegen van Den Oever. En toen bleek dat de brug van Den Oever kapot was. Er stond een vrachtwagen op dat ons 3 kwartier hebben wij mogen wachten bij de sluis. Dat gaf het moreel wel een zetje. Want we wilden heel graag een grote ronde maken over de Noordzee. En dat was daardoor het water gevallen. Toen konden we dan niet meer de Noordzee op. Toen bleven wij toch op het wat hangen. Maar desalniettemin, we hebben heel veel plezier gehad. We hebben het zoute water geroken. En of het resultaat technisch slecht geweest is, dat zal nog wel meevallen. Maar aan het eind was het heel erg moeilijk met windstilte. Hebben we eieren voor ons geld gekozen. Laten we nou maar gaan finishen, jongens. Dus, we zullen zien. Ja, heb je een beetje een idee van op welke plaats jullie zijn geëindigd dan? Nee, dat is het leuke van de 24 uur. Je hebt geen idee waar je geëindigd bent. We hebben ons gevoel dat we niet de beste 24 uur gevaren hebben van die we ooit gevaren hebben. Maar ja, iedereen heeft volgens ons tegenvallers gehad met alle winddraaiingen. Dus we zullen zien. Het wordt vanavond spannend op het beeldscherm. Maar spreek ik hier dan met een 24 uur veteraan? Ja, we kunnen zeggen dat wij als familie echt 24 uur veteraan zijn. Onze vader is er al heel vroeg mee begonnen. Die heeft het wel 25 keer of meer gedaan. Ik zit al lang over de 25 heen, maar met mijn eigen boot is dit geloof ik nummer 14. Oké, okay, lekker, lekker. En hoeveel gaan er nog komen, denk je? Als de mij ligt nog zeker 14 erbij. Yes. Fantastisch leuk werk. Het is een evenement, het is een tocht. Je vaart met wij varen met een grote lemstraak van 30 ton met 10 jongens, met 10 man. Erg gezellig, we hebben een gezellige sfeer, we eten er ook gezellig bij. We maken het heel competitief. Het is fantastisch leuk om met een team, met een grote lemstraak van 30 ton, rond te mogen crossen over de Waddenzee en het IJsselmeer. Maar met heel veel wind is het spannend, want wij zijn wel een heel groot gevaarlijk schip voor kleinere scheepjes. Dus we nemen onze verantwoordelijkheid ook, we durven 's nachts bijna niet te gaan slapen. Zijn er dan ook momenten die je echt opbreken eigenlijk? Want je zegt inderdaad, je krijgt bijna geen slaap. Meestal komt de man met de hamer 's morgens om 3-4 uur. Maar vandaag waren we zo druk op de Waddenzee dat we eigenlijk met zonsopgang dachten, wat zijn we moe. En toen pas zijn we gaan slapen. Heerlijk, dat klinkt heel mooi. Dat klinkt fantastisch, kan ik je vertellen. En toen kwam een groot gebak ei voor iedereen en toen verdwenen er heel veel mensen onder dek, moet ik zeggen. Klinkt goed, klinkt als mooie avonturen. En de laatste boten die komen nog, nou een beetje ongeveer, we hebben nog een half uurtje voor de laatste boten die binnenkomen. Dus we gaan heel even een kijkje nemen naar de beelden daarvan.
pak hem mee. Oké, we zijn er. Dankjewel. Dat is deze meneer, toch? Hallo. 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 Ik begreep dat ik de man met een hoedje een vraag moest stellen. Oh ja, die heb ik op, toevallig. Ja, dus ik dacht, ik zet mijn hoedje op. Dat is goed. Lekker toepassen. Ja, ja. Gaat het nou lekker? Is het een beetje lekker aan het spelen? Of? Het is heerlijk weer. Andere jaren kon het wel eens regenen. Maar dit, nou wie wil er nog meer hebben? Zo. Is dit traditie voor jullie? Dit is een behoorlijke traditie, ja. We doen het al, nou, ik denk een jaar of 5, 6 dat we hier aanwezig zijn. Ja. Ja, en hoe is dat zo ontstaan? We hebben connectie gehad met degene die hier organiseert. Voorheen zat hij op Texel ook. Daar waren we ook al contacten met hem. Bij de ronde van Texel. En nou, nu is dit erbij gekomen. Ja. Wat is nou het mooiste aan de 24 uur zeilrace? Ja, de aankomsten. Want de zeil zelf maken wij niet veel mee. En ja, de aankomsten, de boten die binnenkomen, de gezelligheid. Ja, de mensen zijn moe, maar voldaan. En zijn goed laks. Dus ja, wat wil je nog meer? Wat voor muziek speel je daar nou? Heb je nou in je hoofd van, oké, wat voor muziek gaan we hiervoor spelen om die mensen toch een beetje te helpen of blij te maken? Ja, ons repertoire is om mensen blij te maken, de mensen te entertainen. Dus ja, echt een keuze daarin hoeven we niet te maken. Het is gewoon wat voor het volgende nummer is, dat is vaak al leuk om te spelen. Ja. Wat wordt het volgende nummer? Dan moet ik even kijken, want ik weet ze niet uit mijn hoofd. Ik ben nu heel benieuwd. Ja. Je houdt de spanning hoog. Die hebben we gehad. Schotse Ruit was dat. Het bananenlied. Het bananenlied. Nou, dat is, kun je een klein stukje voorspelen? Ja, maar dat gaan we met z'n allen doen. Hè? Maar dan gaan we met z'n allen. Dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Okay, ja. Maar dan helemaal. Ja. Maar dan helemaal. Ja, vind ik goed. Ja. Het bananenlied. Het bananenlied. Zo sta je midden in de band. Ik heb die bananen van jou.
geen zin. Oh, geen idee. Heb jij nog een idee of zou je het met anders zien? We kunnen wel even die kant op lopen om te kijken. Ah, nice. Jawel. Nice. Of ben je daar meteen? Ja, ik vind dit groepje wel leuk, daar heb ik dus mensen aan. Okay. Maar dan ga ik nog niks tegen ze zeggen, dan ga ik gewoon op ze aflopen. Hip-hoi of zo. Wat zeg je, niks tegen je zeggen? Ik ga niks tegen ze zeggen van tevoren, ik ga gewoon op ze aflopen en als ze nee zeggen, dan ga ik naar ik even contact met Bart en dan haal ik zo Martijn hier naartoe. Ja.
Klaar. Hij staat. Klaar. Klaar.
Je zegt net, ik sta hier te wachten op een man, maar ik denk dat hij te laat is. Ja, ja. Hij om 7:30 stuurde hij een berichtje. Ik doe er waarschijnlijk nog een uur over. En 7:15, dan is het klaar, hè? Ja. Dus dat wordt gedisqualificeerd. En heb jij enig idee waar het aan ligt? Heb je contact met hem gehad tussendoor? Ik weet alleen maar weinig wind. Hij stuurde een berichtje en hij zei 0 knopen. Dus ja, nee, dat... En wat voor boot zeilt hij? Ik heb eerlijk maar geen flauw idee. Ik ben voor het eerst komen kijken. Wat goed, en wat vind je ervan? Ja, ik vind het zo leuk. Ja, ja, heerlijk. En de jongens vinden het ook enig. Ja, ja, want zij zijn lekker... Zij zijn lekker aan het wachten tot papa binnenkomt, ja, inderdaad. Alleen hij is een beetje heel erg laat. Dus zij zijn ook laat voor bed, hè? Ja, 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 precies. En wat denk je nou dat als hij hier straks binnenkomt en hij is inderdaad gedisqualificeerd? Hoe? Hij vindt het leuk dat wij er zijn. Daar gaat het om. En de hele dag, hè? 24 uur zeilen, dat is ook. Doe je ook al als je een passie hebt. Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat het niet zonder kan, inderdaad. Nee. En dus, ben je zelf ooit nog een plan om op een boot te stappen, 24 uur? Ja, ja, ja. We hebben nu geen boot omdat we dit spul hebben. Maar volgend jaar zomer zitten wij op een boot. Lekker, ja. Lekker. En kunnen we even naar beneden? Kijk hoor. Hoi. Oh, je hebt zo'n mooi hoedje op. Je hebt zo'n hip hoedje op. Dit is van Kletsmajor. Wat? Oh, dit is Kletsmajor, begrijp ik. Ben jij Kletsmajor? Ja. Mag je even omdraaien naar die... Kijk eens. Daar zijn de mensen thuis die naar jou kijken. Oh, spannend. Hey, zijn jullie aan het wachten op papa? Ja. En wanneer denken jullie dat papa binnenkomt? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Zijn jullie al lang aan het wachten? Ja. En papa die zit al heel lang op een boot, hè? Ja. Zou je dat zelf ook wel eens willen doen? Waarom niet? Dat weet ik niet. Vind je niet zo leuk? En jij? Hou jij een beetje van zeilen? Ja. Ja? Met mijn papa. Met jouw papa. En wat ga je nou straks doen als papa hier binnenkomt, gezel? Zo heel wegblijf. Wat zei je? En wegblijft hij. Wegblijft hij? Denk je dat? Ja, hij blijft heel ver weg. Heel ver weg, ja, ja. Maar je hebt ook heel lang gezeild op een boot, hè? Ja. Ja. Zou je dat zelf ook wel eens willen doen? Ja, ik ga vandaag naar zwemles. Ga je naar zwemles? Ja, dat is bijna hetzelfde. Ik heb zo mama diploma. Oh, je zwemdiploma. Nou, dat is mooi. Dat kun je hier dan straks mooi uitproberen. Diploma heb ik. En als jij straks je zwemdiploma hebt, dan kun je lekker met papa meezeilen, of niet? Het gaat hier los, Jonas. Maar er komen hele verhalen los. Maar ik denk dat we gewoon even gaan wachten tot papa nog binnenkomt. Ja, maar dat geluidje is heel hard. Dat is heel hard. Daar heb je helemaal gelijk in. Je hebt... Ja, dat klopt. Ja. Daar komt de toeter. Jongens, deze kinderen hebben het allemaal in de gaten. We gaan even verder kijken naar een aantal beelden van de laatste boten die binnenkomen. Misschien gaat deze boot nog op tijd komen. Ik weet het niet. Maar we gaan even kijken hoe de laatste boten binnenkomen en of ze nog op tijd zijn. Zo hier, we kunnen de achtergrond afscheid nemen van... Ja, dat is leuk, ja. Ja, dat is leuk, ja.
De avond valt. De laatste boten komen binnen. Het ziet er niet goed uit voor de laatste boten die binnenkomen, want die krijgen straftijd. En dat wil je niet. Ik weet niet of ze echt in een vrolijke stemming zijn daardoor. Maar hier begint de vrolijke stemming steeds meer op te komen. Vanavond gaat hier een groot plaatsvinden. Een groot feest plaatsvinden, wat tot in de late uurtjes doorgaat. Dus ik denk dat we daarbij aanwezig moeten zijn. Hou zeilhelden.nl in de gaten, want volgende zeilevenement zijn we er natuurlijk gewoon weer bij om verslag te doen vanaf het grote zeilevenement. We zien jullie volgende keer weer graag. Tot dan!